de Kool aardig volgelopen. Daar is niet heel veel voor nodig. Het is immers een van de kleinste stadions van de Eredivisie. Maar een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk voor deze twee ploegen. VVV de nummer 15 van de Eredivisie. Voorafgaand aan deze speelronde 15 punten uit 16 wedstrijden. En de problemen voor PEC Zwolle, dat is de nummer 16, zijn nog een beetje groter met 13 uit 16. Vorige week weer een nederlaag, 3-0 onderuit tegen AZ. Maar zo werd er dan gezegd, het spel is toch heel behoorlijk. Maar dat is wel een repeterend verhaal voor PEC Zwolle. Dat inderdaad heel vaak heel behoorlijk voetbalt, maar er zo weinig aan overhoudt. Dat was lange tijd bij VVV. Het gebrek aan punten dan, ook het geval. Maar VVV heeft 6 punten uit de laatste 3 wedstrijden weten te halen onder Jai Driessen. Ging met Maurice Stijn mee naar de woestijn. Dat duurde niet heel lang, dat avontuur. Na 3 wedstrijden zat het erop. Gepromoveerd naar de Eredivisie in 2017. Daarna 2 keer knap gehandhaafd met een 15e en een 12e plek. En dit zijn de totale cijfers voor Stijn als trainer van VVV. De zon heeft hem goed gedaan. Zijn kapsel ook. En daar moet de lachende opmerking dat hij ongetwijfeld weer terugkeert in de Kool. Maar het interview dat Maurice Stijn had met Hans Kraaij junior, ongeveer een uur geleden, daar hangt hij toch vooral doorschemeren dat vanaf de zomer er wel degelijk plannen zijn om bij Adel Den Haag als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Stijn, kijk naar de opstelling van PEC Zwolle. Daar is Zetter voor de 4e wedstrijd op rij de doelman. Maus al een tijdje zijn plaats kwijt. Van Duinen dus terug in de basisopstelling. Schuift PEC langzaam maar zeker op. De bal erin gepompt richting T. Nu moet de aansluiting komen. Staat de paal daar nog te wachten. Schitterende goal. Schitterend doelpunt. 11 minuten gezien waarin het PEC vooralsnog niet lukt om te voetballen. Maar daar komt op buitengewone fraaie wijze verandering in. In minuut 11 als Paul die bal voor zijn rechter heeft. Een geweldig uithaalt. Hamer. Van Krooi, randje buitenspel, mag voorlopig verder. Die kiest positie. Huibers is er ook, Van Duinen komt. Ja, dit is wel een goede aanval van Zwolle met heel veel mensen in beweging richting het 16 meter gebied. Er waren 3 in volle sprint. Hamer. Nieuwe corner en wat een ruimte daar voor Latschman. Bal zou naast zijn gegaan. Wat een behoorlijke kans zit voor Zwolle. De organisatie bij die hoekschoppen. Klopt niet heel erg bij VVV. Er klopt überhaupt nog niet heel veel van bij de Limburgers. Volgende lange bal. Clement, geen buitenspel. Nou, dan moet die een 2-0 worden. Dat wordt het ook. VVV bakt er helemaal niets van. En Zwolle doet het uitstekend. En dus is het 0-2 binnen 24 minuten. Huibers heeft het een aantal keren geprobeerd vanuit het middenveld diep te zoeken. Clement doet het nu ook. En als de lange bal dan goed is, en dit is een voortreffelijke lange paas, dan kan Clement met zijn rust het afronden. Buitenkantje voet, dus gewoon een hele mooie goal. De tweede fraaie treffer van Zwolle in deze wedstrijd. Hamer. Goeie bal van Hamer op het hoofd van Lam. Weer een kans voor Zwolle. En een reactie van Thomas Lam, die verraadt dat dit echt een behoorlijke mogelijkheid was. Pagoni. Sinclair. Schotje van Sinclair. Nou, dit zou je dan met enige fantasie de eerste serieuze doelpoging kunnen noemen van VVV. Van Duinen inmiddels alweer aangesloten. Maar krijgt hem niet onder controle. Van Ooyen nu voor VVV. Nou, kom. Opoku. Wegdraaien en uithalen. Dat is een uitstekende actie van Opoku. Er zit in ieder geval wat venijn achter. Bal uitstekend verwerkt nog door het Zetter. Latschman. Gustavo Hamer. Wat een ruimte iedere keer voor de links- en de rechtsback van Zwolle. Daar heeft VVV totaal geen vat op. Van Krooi. Laag. Kiersbaum redt. De hoek was eigenlijk te lastig geworden. Maar hoe simpel gaat het toch af en toe, zeg, voor Zwolle. Daar zit hij, tweede van links met de grijze sjaal.
Maurice Stijn, van wie het afscheid werd genomen voorafgaand aan deze wedstrijd. Ja, onder zijn leiding speelde VVV natuurlijk ook wel eens een matige wedstrijd. Maar ontegenzeggelijk had het VVV van Stijn wel karakter eigenlijk in iedere wedstrijd. Dat ontbreekt volledig vanavond. Van Ooyen, dat is een goede beweging. Hij kan ook aardig schieten. Van Ooyen kiest voor de paas richting Soriano. Doorzien door Lam van Duinen. Voordeel Zwolle. Geen buitenspel. Van eigen helft vertrokken. Van Krooi. Van Krooi is natuurlijk snel. Kan er nog 3-0 van maken. Van Krooi. Lat. Uitstekende counter van Peck. Maar VVV mocht nog een klein beetje hoop houden. Hoe anders was dat geweest als deze er was ingevlogen. Op het juiste moment getrapt en één keer de ruimte in. Van Krooi met zijn snelheid niet meer te achterhalen. Maar de hoek is lastig. Beetje pech voor Van Krooi. Clement. Het publiek daarachter gaat staan. Een beetje VVV naar voren probeert te schreeuwen. De manen tot het afjagen. Dit goed, gaat goed. Penalty. Nee, nee. Hij staat er vlakbij. Hè. Hij staat er vlakbij. Scheidsrechter Nachtegaal. Kan het dus uitstekend beoordelen. De valpartij is vrijwillig. Het gezicht van Yeboa verraadt ook wel een beetje dat dat zo is. Koep. Van Ooyen. Sinclair. 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 Oeh, Clement raakt hem. Ja, die scheidsrechter staat weer 3 meter van de situatie. Een fit mannetje, scheidsrechter Nachtegaal. Overal kort op. Dan beoordeelt dat contact van Clement niet als hens. Clement. Goeie ingreep van Koem. Nog altijd Koem. Brengt er wel een beetje zijn ploeggenoot in de problemen. Met Van Duin in de buurt die altijd jaagt. Tie. Hamer is het door. Kan afsnijden. Kan ook goed schieten. Hamer. Kans op 3-0. Weer een mogelijkheid. Voor Pek Zwolle om er een hele dikke marge van te maken. Van Ooyen met de spelervatting. Bal blijft hangen. Zet daar met de reflex. Beste kans voor VVV. Ouderwetse scrimmage die erop volgt. Maar geen aansluitingstreffer. Ja, het moet wel uit zoiets komen. Uit een spelervatting. Bal weer ingepompt richting Soriano. Huibers naar Clement. Zee aan ruimte daar. Aan de linkerkant en aan de rechterkant. Hier bij Van Krooi. Huiberts is onderweg. Dekker is onderweg. Van Krooi, daar is Huiberts. Weer geen 3-0. Weer een goede redding van Kiersbouw. Die zijn ploeg in de wedstrijd houdt. Zullen deze jongens zich voor de kop slaan als hij hier niet met de 3 punten vertrokken wordt? Van Ooyen, goed. In één keer door naar Jansen. Die zou tempo moeten maken. Vol Jansen. Sinclair. Sinclair, balletje binnendoor. Kan Lindhorst. Lindhorst, moeilijk hoek. En dan krijgt hij hem niet langs het zetter. Prima gevoetbald door VVV. Eindelijk wat diepgang bij Lindhorst vanaf het middenveld. Gustavo Hamer. Dekker is de bal kwijt, maar herovert ook weer. Levert dan in bij Huiberts. Huiberts over de as van het veld. Richting Van Duinen. Een van zijn laatste acties. Moe gestreden. Tank is leeg bij Van Duinen. Van Duinen legt hem nog wel even goed klaar, zeg. Wat een kans. De volgende op 0-3. Maar weer niet. Weer de lat. Dat is de tweede keer vanavond. 300-400% kans op een derde treffer heeft Peck gekregen. Soriano is naar de kant gegaan. 17 jaar pas. Aaron Bastiaans, dat is een debutant. Hij komt in de ploeg. Dat is een mooi moment voor hem. En wordt het dan nog mooier in de, nou, het zal zijn, een kleine 20 minuten dat hij mee kan doen. Vrij schop VVV.
hele avond al een kansloze wedstrijd voetbal. Maar ja, je hoeft maar één keer te vallen nog in het laatste kwartier. En je krijgt nog een zinderende slotfase wellicht in de koel. Zou nu kunnen. Dat zou nu kunnen. Sterker nog, dat is zo. En Bastiaans, geweldige avond, geweldig moment voor hem. 17 jaar. Hij doet het voor VVV. Brengt de spanning echt weer helemaal terug. Aaron Bastiaans is de naam. Aanval over de rechterkant met Sinclair die gemakkelijk wegdraait. Bastiaans die goed positie kiest, want dat moet je dan doen in zo'n situatie. 17 jaar uit de Nederweert. Jansen eraf gegaan. Stam van Dijk voor de laatste minuten, minuut 83. In de drukte, Zetterer geeft geen krimp. Zetterer is een goede beslissing in dit geval. Johnson ziet dat T onderweg is, moet zelf dan weer aansluiten. T meegeven aan Johnson op het juiste moment. Johnson beslist het ook weer niet. Ongelooflijk, wat een kansen. Wat een kansen zeg voor Peck. En die arme Stegenman die wordt helemaal gek in zijn dugout. Dan kun je je wel iets meer voorstellen. Koen, bal erin pompen richting Opo. Koen ligt klaar. Van Dijk en Zetter. Wat een verhaal zou dat zijn zeg. Met die Bastiaans en die Van Dijk. Niemand had ervan gehoord nog tot vanavond. Pagonik. Van Dijk. Richting Bastiaans. Tijd tikt weg. Dat is bijna gedaan. En als de Zwolle nu de bal in de ploeg houdt, dan hebben ze de 3 punten binnen. Bal richting Johnson. Lukt dat in de laatste seconde, wat de hele tweede helft verder nog niet is gelukt? Nee hoor, het verhaal van de tweede helft is dit voor PEC Zwolle. Maar de overwinning is wel binnen. Want het wordt uiteindelijk 2-1 voor PEC. Ze trekken het over de streep. Vraag niet hoe, want VVV was er nog behoorlijk dichtbij in de slotfase via invaller Van Dijk. Eindstand in de koel, 1-2.